met jullie welnemen. Het wordt opgenomen. En het wordt op de website van de Platform Economie en Ruimte wordt het neergezet. Oké, okay, nogmaals welkom bij Boekencafé Digitaal voor het eerste keer. Normaal hebben wij, als Hans of ik het doen, drie gasten live. Meestal ook auteurs. We doen het nu met één boek, maar wel een buitengewoon interessant en goed boek, vind ik zelf. Dat gaat over een klein land met verre uithoeken van Floor Milikowski. Ik hou het even in beeld. Bij de uitnodiging zit de mogelijkheid om het te bestellen. Even voor het beeld. Wie heeft het boek gelezen? Graag even je handje omhoog. Niet gelezen. Kijk. Je hebt hem wel, Kees. Heel goed. Ik heb hem wel gelezen. Even, de titel van het boek is een klein land met verre uithoeken. Wie beschouwt zichzelf als wonend in een verre uithoek? Vraag de handjes omhoog. Ja. Ja, toch wel? Ja, toch wel. Toch wel? Vertel. Hans? Huizen is een Revenaals vissersdorp aan het IJsselmeer gelegen. En een van de beperkende eigenschappen van Huizen is dat het zo ver van alles vandaan ligt. Okay. Je denkt dat het dichtbij ligt, maar voordat je er bent vanuit Amsterdam en met name vanaf de snelweg, ben je een aardig eindje onderweg. En dat vinden de Huizers prima. Oké. Okay. Ja. Mevrouw Simone Kaper. Hoe geïsoleerder, hoe beter. Want al die buitenluiders, daar komt niets dan kwaads van. Oké. Okay. Simone Knapen, ik zag je twijfelen met je hand. Klopt, omdat ik woon in de stad Groningen. Nou okay. Vinden Amsterdammers dat ver weg. Maar ja. Ik zelf niet. Maar ik werk voor de provincie Drenthe. Oké. Okay. Voor de verschillende gemeentes daar, voor de bibliotheken. Dus okay. Ja, als ik het boek van Floor aanhoud, is dat een uithoek. En de stad Groningen niet. Oké, okay. Ja. Precies. Meneer Anne van der Wal zag ik voorbij komen. Die stak ook zijn hand op. Ja, vertel, collega van waar Simone, belt ik werk ook, collega van Simone, ik werk ook voor de bibliotheken. En ik zit en werk in Assen. Maar doe dat natuurlijk wel voor de Drentse kleine gemeenten. Ja. Oké. Okay. Ik vroeg net wie het boek gelezen hadden. Ik heb nu nog een vraag. Wie heeft het boek geschreven? Heel flauw. Floor, ik had het er net al over. Ik heb jou gezien in de Bali met een mooi verhaal en mooie discussie. Op een gegeven moment viel je op dat je vooral als journalist van de Groene Amsterdammer feiten wilde presenteren. Welk feit is jou het meest opgevallen in jouw nomadische bestaan en jouw zwerf door Nederland? Verbaast mij eigenlijk, want ik ben, dat heb ik ook al vaker gezegd, ik ben geboren en opgegroeid in Amsterdam, woon hier al mijn hele leven en was zeker als kind zo'n typisch Amsterdammer voor wie de wereld een beetje ophield buiten de gemeentegrenzen. Maar ik was altijd in de veronderstelling dat in ieder geval voor de mensen die beleid in Nederland maken, dat dat niet geldt, zo geldt. Hè? Dat die juist wel dat hele perspectief van het hele Nederland altijd aanhouden. Maar wat mij eigenlijk heel erg verbaasde is dat als je inderdaad vooral in perifere delen van het land komt, dat daar gewoon heel weinig aandacht is vanuit Den Haag voor de problematiek daar, voor hele praktische problemen, of het nou krimpopgave is, of de grensbarrière die economische ontwikkeling tegengaat, of nou ja, andere dingen, zaken die gewoon opgelost moeten worden, dat er vanuit Den Haag daar oprecht minder aandacht voor is dan voor de problemen of obstakels die in Amsterdam of Rotterdam of de Brainport-regio aan de hand zijn. Dus dat vond ik eigenlijk zelf het meest verbazende en ook wel schrijnend. En dat is ook wat de titel verklaart, hè? Klein land met verre uithoeken. Dat het me ergens toch wel echt verbaast dat we zo'n klein land zijn en dat toch nou ja, die fysieke uithoeken dan, dat die dus ook voor de beleidsmakers kennelijk dusdanig ver weg liggen dat ze niet weten wat er speelt. Dus jouw subtitel is Ongelijke kansen in een veranderend Nederland, hè? Een veranderend Nederland. Is dit niet iets wat al eeuwenlang het geval is? Die enorme ongelijkheid in Nederland? Ik bedoel, weet je, en de verhouding. Een beetje gesloten suggestieve vraag, maar desalniettemin. Ja, nee, natuurlijk. Natuurlijk. En weet je, verschillen tussen stad en land en verschillen tussen kansrijk, kansarm, rijk en arm. Dat is natuurlijk van alle tijden. Hè? Maar wat je wel ziet, is dat de afgelopen 30 jaar, toen de aandacht verschoven is van inderdaad het ondersteunen van de kansarm
arme delen van het land naar het versterken van de kansrijke delen van het land. Dat de ontwikkeling, de opwaartse ontwikkeling in een stad als Amsterdam of de stad Groningen of Rotterdam Den Haag rondom de haven of die Brainport-regio, dat daar die positieve ontwikkeling heel hard gaat en dat tegelijkertijd die neerwaartse spiraal waarin andere delen van het land in belanden, dat die ook hard gaat en dat daardoor die kloof tussen die twee groter wordt en dat dat natuurlijk ja, deels een trek naar de stad is die de mensen zelf waar voor kiezen, maar dat dat deels ook gestimuleerd wordt door beleid. En dat je op een gegeven moment je moet gaan afvragen, vinden we het nog wel acceptabel dat inderdaad als je in Heerlen of Delfzijl geboren wordt, dat het gewoon echt lastiger is om die maatschappelijke ladder te beklimmen dan als je in Amsterdam-Zuid of in de Watergraafsmeer geboren wordt. Ja, ja. Waar deze gespreksleider ook zetelt, overigens. En deze auteur ook. Ja, en ik zie iemand heel hard lachen, die is hier geboren. In de Bali heb je het ook over de verkiezingen en de consequenties. Je ziet ook de perifere gebieden nogal extreem stemmen. Heeft je dat tot gedachten bewogen, daarover na te denken? Ja, nou ja, je ziet niet alleen de perifere delen, dat wordt ook terecht komt ook vaak aan de orde. En dat is ook wat Josse de Voogd heel vaak benadrukt. Er zijn ook binnen de Randstad en in niet delen van het land heb je natuurlijk echt waar het echt moeilijk gaat. Ik bedoel, het zijn de oude groeikernen die natuurlijk heel veel sociaal-economische problemen hebben. En waar ook natuurlijk heel populistisch stemgedrag vaak voorkomt. Dus het zijn in het algemeen de teleurgestelde bewoners die vatbaar natuurlijk zijn voor de verhalen van populistische partijen. Maar je ziet dat deels ook, weet je, iets als Zuid-Limburg, waar Geert Wilders zijn eerste grote successen behaalde. Dat is bijvoorbeeld een plek inderdaad waar na het sluiten van de mijnen nooit echt een duidelijk antwoord is gekomen op de vraag hoe die regio verder moest. Hè, wat het vanzelfs met toekomstperspectief, economisch toekomstperspectief daar was. En je ziet dat juist de Randstad optimaal eigenlijk profiteert van die globalisering, van die Europese integratie, van het vrije verkeer van goederen en kapitaal en personen. Terwijl juist een regio als het zuiden van Limburg, dat eigenlijk qua ligging misschien wat meest Europees van allemaal is, hè, dat valt buiten die sterke economische netwerk. Daar zie je juist dat die economische ontwikkeling stagneert of te weinig van de grond komt. En dat daar weinig aandacht dus vanuit Den Haag is om die mogelijkheden te verbeteren. Of het nou is met snellere, betere treinverbindingen. Of inderdaad te zorgen dat die grensregio als internationale regio beter kan gaan functioneren. Het is begrijpelijk, vind ik, dat plekken, mensen die wonen op plekken waar ze vergeten worden, dat die vatbaar zijn voor politici die ze van alles beloven die en het vervolgens niet waar kunnen maken misschien, maar die heel erg ageren tegen een systeem waar zij zichzelf niet in gehoord voelen. Ja. Dat is natuurlijk over de hele wereld. Hè? Ik bedoel, het zijn de revenge of the places that don't matter. Inderdaad, overal. Nou, de Rust Belt is in Amerika of het noorden van Engeland of delen van Frankrijk. Het zijn altijd hetzelfde type gebieden die nu inderdaad heel erg, populistisch rechts stemmen, maar ook SP heeft er natuurlijk wel wat van, hè, om hier en daar een beetje eigen verhaal te maken. Maar het is logisch en van alle tijden dat mensen die wonen op plek of mensen die het gevoel hebben niet serieus genomen te worden, die weinig perspectief hebben, dat die vatbaar zijn voor dat soort politici. Ja, helder. Ik ga de lezers, of in dit geval de potentiële lezers, want verrassend weinig mensen hebben het boek nog gelezen. Dat doen we even via een bepaald soort Teams etiketten. Het is misschien handig dat iedereen zijn microfoon uitzet vanwege de bijgeluiden. En dat je even het handje aantikt als je een vraag wil stellen. Dat maakt het voor mij overzichtelijk, voor deze 63-jarige. Mag ik als eerste het woord geven? Ik zie Nico naar zijn muis grijpen en volgens mij is Nico al in debat met Floor op LinkedIn. Dus Nico, mag ik jou het woord geven? Ja, het was een debat van enkele weken geleden alweer naar aanleiding van de opmerking van Jeroen Niemans, een oud collega van mij bij Platform 31. En daar raakten we even, virtueel in gesprek over de scheepvaartindustrie binnen de Albasgewaard. Ik vroeg me gewoon even af, wanneer het gaat over de vernetwerking van bedrijven in de uitkoop van ons land.
Heb je alleen kwalitatief beschreven of heb je ook kwantitatief nog een aantal dingen in beeld gebracht? Want bijvoorbeeld in Limburg zit een deel van de toeleveranciers van de auto-industrie in Duitsland en Frankrijk. En die hebben dus gewoon een eigen netwerk wanneer het gaat over globalisering. Dus ik vroeg me gewoon even af of niet alle globalisering zit zeg maar in de Randstad. Het is vooral in de productieindustrie die ook sterk vertegenwoordigd is in Brabant, Limburg en Twente. Zitten er natuurlijk gewoon ketens achter die zich uitspreiden over de wereld. Ja, nee, ik heb geen kwantitatief onderzoek gedaan hoor. Het is een beschrijving. Ik heb een aantal portretten geschreven van verschillende delen van het land. En als achtergrond bij die portretten heb ik de trends van internationale ontwikkelingen, economische, ruimtelijk economische trends en ontwikkelingen beschreven. En waarin je natuurlijk steeds meer ziet dat inderdaad bepaalde netwerken steeds sterker worden, inderdaad ruimtelijk economische netwerken, maar ook met het bedrijf, hè, die steeds meer, aantal bedrijven die steeds meer de dienst uitmaken. Daar heb ik ook de veranderende geografie van Nederland, van Pieter Tordwaar en Pieter Nooy en Aad Poorthuis, ja. Die ook bij gebruik onder andere. Maar het is niet dat ik inderdaad heel kwantitatief onderzoek heb gedaan met data, dingen en dat soort. Dus het zijn echt portretten van verschillende plekken, of het nou Arnhem is of Zuid-Limburg of inderdaad Kinderdijk of Hoornhuizen of de stad Groningen, waarin ik op de achtergrond beschrijf wat die plekken hebben doorgemaakt als gevolg van grotere internationale trends en ontwikkelingen. Ja, ik denk dat je in je boek, wat ik ervan gelezen heb, want ik heb het niet helemaal gelezen, maar we hadden gelukkig gewoon digitaal exemplaar bij ons op kantoor, zeker je vinger op een enorme zere plek legt. Het voordeel is, en dat is echt te loven dat je die moeite hebt gedaan, maar dat je door het land bent gereisd om te kijken waar dingen plaatsen. Heb je tot je eigen verrassing soms juweeltjes gezien op plekken waar je ze niet verwachtte? Nou, heel veel. Heel veel. En dat is een van de dingen die mij, en die ik ook vaker nu in gesprekken, wat ik ook vaker benoem en wat ik ook vind dat echt aandacht verdient. Weet je, het woord krimp of verval, dat suggereert heel vaak dat er inderdaad dat het een lelijke plek is met alleen maar ellende en troosteloosheid. Maar er zijn heel veel krimpregio's in Nederland. Er zijn de meest mooie dorpjes en plattelandsgebieden en streken en regio's en mooie stadjes. En, weet je, ook bedrijven neem ik aan. Wat zei je? Maar ook juweeltjes van bedrijven neem ik aan. Oh, juweeltjes van bedrijven. Ja. Nou, dat sowieso. En dat is ook wat ik nu ook vaker in gesprekken benadruk. Het gek is natuurlijk dat die hele aandacht voor de economie in de Randstad, die bijna obsessieve aandacht opgeeft, dat daarmee wordt gesuggereerd dat er elders in het land niet hele waardevolle en innovatieve economische dynamiek is. En dat is natuurlijk ook wat Floris Alkemade zo benadrukte met de toekomst van Nederland en de emancipatie van de periferie. Nou, hij haalt dan het aan dat de 2/3 van het bruto binnenlands producten buiten de Randstad wordt verdiend. Maar wat je met name vind ik ziet, is dat er in de regio zoveel mogelijkheid nog is voor het ontwikkelen van die regionale economie. Omdat er zoveel ondernemerschap zit. Er zit zoveel regionale kracht vaak. Er zit veel innovatie. Maar je ziet dat die innovatiesubsidies en de investeringen in verbindingen en infrastructuur en dat soort dingen, dat gaat toch nog steeds meer naar de Randstad en die Brainport-regio dan naar andere delen van het land. En daarmee gebruik van de economische potentie die dit land heeft. En als dan Mark Rutte het heeft over de koek moet groter en daardoor moeten we inzetten op Schiphol en Unilever en Shell, denk ik, nee, als je de koek wil vergroten in Nederland, moet je juist volgens mij nu inzetten op het versterken van die regionale economieën, waar veel meer uit te halen valt dan we de afgelopen jaren hebben gedaan. Mooie oproep die ik zeker ondersteun. Dankjewel voor. Oké, dankjewel. Wie kan ik het woord geven? Roel. Kun je iets van je achtergrond zeggen? Ja, ik ben nog maar net toegetreden tot het collectief, het platform Economie en Ruimte. En ik beheer, ik ben programmamanager van het deel bedrijfscontinuïteit. Met alle accent op inzetbaarheid van mensen op dit moment. En ik ben qua opleiding arbeidsorganisatiepsycholoog. Oké. Ja, mijn vraag op de flap van het boek. Daar wordt genoemd, hè, hoe willen we dat het land eruit ziet? Die vraag die verbaast me een beetje, omdat zo'n ontwikkeling van een land is een heel organisch en systemisch proces. Waar je nauwelijks, als individu zeker niet, maar veel invloed op uit kunt oefenen.
daar heb je vast iets heel anders mee bedoeld. Dus hoe heb je die retorische vraag bedoeld op de flap van je boek? En... met de aanname dat niet de uitgever dat wellicht geschreven heeft. Laten dat zal kunnen. Laten we dat eerst even checken. Overleg. Gebeurt niks met toestemming. Nee, maar ik ben het er wel mee eens dat deels gebeurt het organisch. Maar we hebben natuurlijk in Nederland een hele sterke planningstraditie. En we hebben een hele sterke traditie met wel degelijk vanuit Den Haag en vanuit de provincie en vanuit gemeentes nadenken over hoe wij dit land vorm willen geven. En de vierde nota en de vierde nota extra, die zijn natuurlijk hele duidelijke. Ja, daar is een heel duidelijk geschetst van het Nederland dat men destijds voor 2015 voor ogen had. Hoe wil je de economie, welke sectoren wil je zich laten ontwikkelen? Hoe wil je de Nederlandse economie verbinden met de internationale handelstromen? Hoe wil je de steden versterken? Hoe wil je het groen behouden? Hoe wil je steden zich compact, weet je, de compacte stadgedachte was natuurlijk toen ook relatief nieuw. En we hebben natuurlijk in die notas daarvoor ook een hele duidelijke visie gehad over hoe we wilden dat dit land eruit zou komen te zien. En er is nu al jaren geen ruimtelijke beoordeling geweest. Ik weet het absoluut niet dat ambiëren hoor. Maar ik geloof wel dat we moeten ambiëren om weer meer visie en idee te hebben over hoe we de Nederlandse economie voor de toekomst vorm willen geven. En hoe we dat ook in ruimtelijke zin vorm willen geven. En hoe we die woningbouwopgave die we hebben, hoe we daar hoe we dat voor ons zien. Hè? En dan zie je dat Floris Alkema met het boek De Toekomst van Nederland. Nou, die pleit natuurlijk ook voor meer visie. Hè? En dan heb je Mark Rutte die angstig is voor het hele idee van een visie. Hè? Die dat noemt een olifant die ons het zicht belemmert. Maar ik zie een visie meer als een soort van collectieve ambitie. Van iets waar je met z'n allen aan kan werken. En ik merk dat er in heel veel delen van het land. Of het nou de stad Groningen of Delfzijl of de gemeente Loppersum. Of in Zuid-Limburg of in de Randstad hè, bij Amsterdam of in Rotterdam. Is er heel veel behoefte nu aan een duidelijker beeld over... waar we met onze steden naartoe willen, waar we met de regio's naartoe willen, hoe we het met elkaar willen verbinden. Willen we nieuwe spoorverbindingen? Wat willen we met Schiphol? Dus je kan natuurlijk uiteindelijk hoe dit land wordt vormgegeven, gewoon fysiek. Dat is natuurlijk wel degelijk iets dat we met z'n allen bedenken. Het gebeurt niet helemaal organisch. Ja, dus je denkt in termen van collectieven die dan actie ondernemen. En het viel me op in de media recentelijk dat de stad Groningen heel progressief wil zijn op het vlak van vergroening, duurzaamheid en dergelijke. En dat er ook een groene burgemeester is. Hè? En in die zin ook best veel initiatieven in de stad gaande zijn om meer te doen op het vlak van duurzaamheid. Dus in die zin is richting geven aan verandering ook gebonden aan groepen, misschien zijn het politieke groepen, maar die actie willen, die een richting op willen. Klopt dat? Nou, dat sowieso. En dat is ook. Ik bedoel, uiteindelijk een samenleving krijgt de leiders die het verdient. Over het algemeen, niet helemaal altijd. Maar ik geloof dat Rutte in die zin. Het feit dat zoveel mensen elke keer weer op hem stemmen geeft, zegt iets over onze samenleving. En het feit dat er heel veel mensen op Trump stemmen, zegt ook iets over de Amerikaanse samenleving. Dus, dus uiteindelijk komt natuurlijk het leiderschap. Van onderop, of dat wordt gekozen door onderop. Dus wat ik nu zie ten opzichte van 5 of 10 jaar geleden, is dat inderdaad dat vergroenen, dat verduurzamen, dat vernieuwen op allerlei fronten, dat nu veel urgenter aanwezig is in gesprekken en gedachtenvormen over de toekomst van Nederland. Ja, dan 5 of 10 jaar geleden. Inderdaad in Groningen, waar ze heel druk bezig zijn met duurzaamheid, in Amsterdam natuurlijk ook. Ik bedoel, Annabel Manninga noemt het een knijterlinks college, maar kan dat ook juist een progressief optimistisch college noemen. In ieder geval ook heel druk bezig met duurzaamheid. En het is overal in het land. Hè. De manier waarop we 20 jaar geleden naar bouwen en naar woningbouw en naar het aanleggen van straten en wijken keken, dat is nu ondenkbaar. Want nu zit dat hele duurzaamheidsverhaal zit overal in. En het zou helpen als er vanuit Den Haag misschien nog iets meer een zetje wordt gegeven en gefaciliteerd wordt. Maar het feit dat er in zoveel gemeenten dat al vanzelf gebeurt, geeft wel aan dat de samenleving als in zijn geheel vraagt om een andere richting. En ik heb in die zin ook wel goede hoop dat we wel op weg gaan weer naar een nieuwe tijd, waarin weer meer ruimte is voor optimistische ideeën. Ja, ja. Okay. Wat dat betreft... Zullen we even naar iemand anders gaan roeren met jou wel nemen? Wie kan ik het woord geven? Harm, ga je gang. Zet je microfoon even aan. Komt-ie? Ja,
Ik ben een beetje afgevallen van het geloof dat het uit Den Haag moet komen. Er wordt ook leuk over 2 weken, want dan hebben we reunie met oude Frommers uit Nijpels en zo. En een van de stellingen daar is ook, er moet een nieuwe nota ruimtelijke ordening komen. Maar ik weet niet of dat gaat helpen. Want we hebben tenslotte heel veel bestuurslagen en vooral de zaak vastgezet. Met jij hebt daar gewerkt, hè, voor de duidelijkheid, bij het ministerie van Vrom. Ik heb daar mogen werken in het verleden. Ja, ja. En vandaar dat we weer eens bij elkaar komen. Maar wat ik vooral geloof is dat het van onderop komt. We hebben zelf iets geïnitieerd met de bouwmarkten. Doe het zelf, doe het duurzaam. Ze doen allemaal mee. En er zijn hele leuke ontwikkelingen. En ik roep nu al van, we hebben straks het grootste bouwbedrijf van Nederland. Duurzaamheid. Een beetje naar een vraag toe werken. Ja. En als ik dan kijk naar zo'n boek. Dan denk ik, ja, als ik in de uithoeken kom, dan ga ik vooral gesprekken aan met ondernemers. Ondernemers die willen innoveren of iets, een plannetje hebben. En de vraag die ik dan stel, en waar ik met ze naartoe wilde, is van, willen jullie ook en kunnen jullie ook samenwerken? En daar stokt het. Dus het stokt eigenlijk op dat ondernemersniveau in midden- en kleinbedrijf, wat eigenlijk de kracht van een regio is en zou moeten zijn, om dat verder uit te bouwen door samenwerking te zoeken en elkaar te versterken. Daar zit ik op het moment tegen aan te hikken. En heb jij dat ook gezien? Heb je er in je boek iets mee kunnen doen? Nou, ik heb het heel veel gezien. Niet alleen bij bedrijven binnen een regio, maar ook gemeentes, hè, binnen een regio die het heel moeilijk vinden om samen te werken, hè, met de vraag, weet je, wie krijgt de school, wie krijgt het zwembad, wie krijgt het gemeentehuis, ja. Dat soort vragen. En ik had laatst ook weer een sessie, zo'n lunchsessie ding met de afdeling van Binnenlandse Zaken, waar ze daar ook het over hadden. En ik denk dat, ik geloof ook niet in weer dat er vanuit Den Haag weer, nou ja, het is een interessante discussie hoor, weer nota ruimtelijke ordening, maar ik geloof wel dat er vanuit Den Haag, of de provincie, dat kan ook eventueel, maar dat er wel een taak ligt bij het faciliteren van die, dit soort samenwerkingen. Want je ziet dat natuurlijk steeds meer heel cruciaal is in zo'n netwerkeconomie. En inderdaad, die regio's moeten het heel erg zelf doen. Dus daarom is het heel belangrijk dat daar ook samenwerking gezocht wordt. En een van de meest interessante voorbeelden daarvan is, er gaat één hoofdstuk in het boek, gaat over Arnhem-Nijmegen en Jaap Modder, die daar als directeur van de stadsregio ontzettend zijn best heeft gedaan om en die gemeentes beter te laten samenwerken en inderdaad overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen beter te laten samenwerken. Dat het daar zo ontzettend moeilijk was, terwijl Ron Boormans, die daar in de Hogeschool Arnhem-Nijmegen had gewerkt en daarna ook in Rotterdam, nu in Rotterdam zit, die ook zei, in Rotterdam gaat dat zo ontzettend veel makkelijker, hè, want iedereen, ja, die haven geeft in die zin een heel helder aanknopingspunt met z'n allen om voor richting en samenwerking. Terwijl in Arnhem-Nijmegen is het zo versnipperd en er is niet een soort van collectieve visie of ambitie waar dus makkelijk samenwerkingen bij te sluiten zijn. Dus ik denk, maar misschien is het ook een illusie hoor, maar het lijkt mij dat als je een duidelijkere overkoepelende visie hebt over waar je als land naartoe wil en waar dus ook die verschillende regio's naartoe willen en wat voor rol die kunnen hebben in dat overkoepelende verhaal, dat dat makkelijker is om samenwerkingen te sluiten. En ik vind in die zin altijd Johan Cruijff met zijn revolutie bij Ajax heel veelzeggend, weet je, los van de vraag of hij helemaal gelijk had met zijn visie over de toekomst van Ajax. Je ziet wel dat als er eenmaal een duidelijke stip aan de horizon is, dan komt het vanzelf, komen er mensen, de verschillende geledingen binnen zo'n organisatie, die zoeken elkaar op. En aan de hand van zo'n visie kan er weer gediscussieerd worden, zijn we het ermee eens of niet. Maar het geeft wel handvatten om samen verder te gaan. En ik denk dat iets meer steun van bovenaf, daarin een richtinggevende functie van bovenaf, ook bij het smeden van samenwerking wel echt een belangrijke rol zou kunnen spelen. Ook is het dus wel aardig dat je Ajax noemt, want Cruijff heeft gewoon een revolutie veroorzaakt en de bestaande machtsstructuur doorbroken en nieuwe mensen, echte voetballers, aan het werk gezet. En misschien moeten we dat eigenlijk ook meer doen. Ja, misschien is het Ajax-model inderdaad wel een voorbeeld voor het hele land. Lijkt me sowieso een goed idee. Ja, ik heb dat even. Sajant detail is dat de schoonzoon van de ontdekker van Cruijff in dit gezelschap zich bevindt. Ja, die van de Veen.
En wij toevallig daar uitgebreid over gehad hebben. En ik over dit thema met een stuk in hard gas bezig ben. Maar dat wijt te veel af voor nu. Volgende vraag voor Floor. Over haar. Ja, daar zullen we hem hebben. Hans, ga je gang. Ja. Eerst nog even, kun je me verstaan? Jazeker. Ja. Ja. Eerst even inhaken op het Arnhem-Nijmegen voorbeeld. Ik heb daar namelijk een aantal jaren onderzoek gedaan. Mijn naam is Hans van der Brink. Ik ben historicus. Uit passie. En sinds ik kon lezen, houd ik mij met geschiedenis bezig. Ik heb mij gespecialiseerd in het DNA van steden en gebieden. En ik heb het onderzoek gedaan naar het DNA van zowel Nijmegen als Arnhem. En in die tijd ben ik tot de conclusie gekomen, en dat was voor het gemeentebestuur van Arnhem een eye-opener, dat Arnhem en gewoon omgeving, dat is een soort federale staat. En de fout die ze destijds hebben gemaakt, is om één visie, één aanpak over de hele stad uit te rollen. Terwijl er daar juist behoefte was aan heel erg op maat gesneden lokale aanpakken en maatregelen. Dus dat was een reactie op jouw idee dat wanneer je een visie over een gebied uitstort, zal ik maar zeggen, dat het vanzelf tot meer samenwerking zal gaan leiden. Dat is niet het geval. Je moet in mijn ervaring juist streven naar een eenheid in verscheidenheid. Zo gauw je dus de verschillende onderdelen recht doet en die vanuit hun eigen kracht uitnodigen om te gaan samenwerken, dan heb je meer kans op succes. Dat heb ik in een aantal gemeenten, waaronder Arnhem en Nijmegen, ook gezien. Even een reactie. Ja? Ja. Zullen we naar even Ik heb wel een vraag. Oké. Okay. Ja. Ga je gang. En die vraag is, hoe erg is het dat wij de uithoeken links laten liggen? Oké. Okay. Want, nogmaals, als historicus kijk ik dus naar de ontwikkeling van... Je moet geen antwoord op je eigen vraag gaan geven. Hè? Nee, van Holland, Noord- en Zuid-Holland, stukje Utrecht, Zeeland. Dat is altijd de motor van dit gebied van Nederland geweest. Ja. En wat is er op tegen om dat nog meer, om die motor nog meer op te peppen? We gaan de rest gaat wel mee. We gaan naar Floor toe. Goeie vraag, Hans. Dankjewel. Om te beginnen met het eerste verhaal, eenheid in verscheidenheid, dat lijkt me sowieso. We hebben natuurlijk de afgelopen decennia heel sterk de trend gehad dat elke middelgrote of grote stad vond dat hij naar het idee van Richard Florida een theater en een bibliotheek en een hogeschool en appartementen voor de creatieve klasse en dat soort dingen moest bouwen. Dus iedereen is eigenlijk precies hetzelfde gaan doen. En toen bleek dat die creatieve klasse helemaal niet in Emmen ging wonen als daar een nieuw theater werd gebouwd. En dat er dus inderdaad juist verscheidenheid is. Ja. En dat je dat juist ook volgens mij inderdaad moet benutten. Want wat ik ook wel heel bijzonder toch vindt aan Nederland is dat je zulke kleine stukjes maar hoeft te reizen om zulke diverse culturen, landschappen, steden, dorpen te vinden. En dat is natuurlijk ook juist erg de kracht van Nederland. En nou ja, omarm dat zou ik zeggen. En dan de vraag, hoe erg is het dat die verre uithoeken links worden gelegen? Ik denk dat het wel erg is als je toen steeds meer groepen hebt die het gevoel hebben dat hun leefomgeving, dat ze daar weinig toekomstperspectief hebben. Dat ze merken dat er weinig aandacht is voor verval in hun stad of hun dorp, voor leegstand, voor het verdwijnen van banen, het verdwijnen van voorzieningen. Terwijl ze zien dat het op andere plekken steeds meer zich concentreert. En wat je met name nu natuurlijk ziet door die trek van de stad, is dat de hoogopgeleide, getalenteerde jongeren, die trekken allemaal vanuit al die uithoeken naar de Randstad of naar de stad Groningen of naar die Brainport-regio. En het zijn vooral ouderen en kansarme inwoners die achterblijven. Dus je ziet dat gemeenschappen, samenlevingen daar eigenlijk uitgehold raken en in verval raken. En dat het heel moeilijk is om dan weer daar een soort van positieve wending aan te geven. Hè? Dat de draagkracht ergens verdwijnt. En dat is volgens mij gewoon zorgelijk in een samenleving. Als je disbalans krijgt, dus je krijgt hele krachtige regio's versus hele zwakke, dan
krijg je wrijving binnen de samenleving, dan krijg je dus polarisatie, dan krijg je politieke spanningen. En dan, je ziet in Amerika waar dat toe kan leiden nu. Het geweld zal je hier waarschijnlijk niet zo snel zien, omdat we hier niet allemaal een geweer in de kast hebben. Maar ook hier zie je natuurlijk als een lange Frans aan het fantaseren is in zijn podcast over een moord op Mark Rutte, dat er iets niet helemaal goed is. Dus in die zin denk ik dat wij en de steden kunnen versterken. Weet je, het hoeft heus niet zo te zijn dat als we andere delen van het land aandacht geven, dat dat ten koste gaat van de economische ontwikkeling van steden. Maar ik denk dat je en die steden zich moet laten ontwikkelen, maar dat je juist ook moet kijken naar de potentie in die andere delen van het land. En dat je die verbindingen moet verbeteren, netwerken moet versterken. Zodat het niet alleen maar feest in die steden is, maar zodat het overal in het land weer ietsje meer feest wordt. En dat zou ook de druk op die grote steden wat verlichten. En het biedt gewoon heel veel nieuwe ruimte voor nieuwe economische ontwikkeling, voor innovatie, voor verandering, voor verduurzaming. Dus ik geloof niet dat dat een of-of keuze is, maar dat dat allemaal en-en wel kan. Oké, Simone Knapen. Ja, dan had je. Je moet even je microfoon aanzetten. Ja, ga je gang. Dankjewel, goed punt. Floor, ik ben ook heel benieuwd of jij ook al heel voorzichtig misschien iets zou durven te zeggen of er ook een herwaardering van het platteland al aan ziet te komen. Als ik Rem Koolhaas volg met zijn tentoonstelling, misschien door het thuiswerken nu in de coronatijd, behoefte aan ruimte, aandacht voor duurzaamheid. Is dat al een positief nieuw begin? Ja, dat gaat natuurlijk gaan zien. Hè? Maar je ziet wel de afgelopen tijd, zie je al jaren. Hè? Dat bedoel jij met een van die mensen die ik ken, Simona, uit mijn studietijd. En we hebben samen dingen georganiseerd nog. Simona is vanuit Amsterdam naar Groningen vertrokken, bijvoorbeeld. En je ziet steeds meer. In Amsterdam is al het binnenlandse migratiesaldo is negatief. Hè? Dus er verlaten al jarenlang meer Nederlanders Amsterdam dan dat er Nederlanders de stad binnenkomen. En de groei van de stad is al jaren, wordt dat veroorzaakt nu door buitenlandse studenten en kenniswerkers vooral. Ook wel migratie van immigratie van vluchtelingen, maar dat is veel minder. Dus je ziet al dat er een trek uit de stad deels gaande is. En je ziet ook, soms lachen mensen erom, maar je ziet dat er in een stad als Deventer of Zutphen of Groningen of Arnhem of Nijmegen of zelfs in een dorp hier en daar ook een goede cappuccino te drinken is. En dat voor heel veel mensen gewoon een hele belangrijke factor is. En weet je, bepaalde stedelijke voorzieningen, bepaalde stedelijke cultuur, die je 20 jaar geleden alleen maar Amsterdam en Rotterdam misschien had, die zie je nu op veel meer plekken in het land. En dat is voor sommige mensen gewoon net een reden om eventueel wel te verhuizen. En dan heb je die extreem hoge woningprijzen. In New York zie je nu echt een extreme trek de stad uit en de provincie in. En corona versterkt dat nu natuurlijk heel erg. Ja, en de vraag is natuurlijk, gaat dat doorzetten? Dat weten we allemaal niet, want we weten niet hoe lang dat corona doorzet. En we weten niet wat mensen uiteindelijk voor afwegingen maken. Maar ik denk wel, en dat is ook wat Rem Koolhaas natuurlijk zo nadrukkelijk zegt. Ja, als op een gegeven moment die prijzen in de stad zo ontzettend stijgen. En als er heel veel ruimte is op dat platteland waar ook nog van alles te beleven is. Het is natuurlijk een logische ontwikkeling. Hè? Alles heeft zijn ups en zijn downs. En na een trek naar de stad komt vanzelf ook weer een soort van, het hoeft niet een enorme trek uit de stad te zijn, maar wel in ieder geval beperkt trek naar de stad en die herwaardering van het land. Ik vind het een heel vanzelfsprekende volgende stap en het hoeft ook niet, in Amsterdam wordt heel angstig gereageerd op deze ontwikkeling. Terwijl ik juist denk dat Amsterdam er ook heel veel baat bij heeft als er weer iets meer ruimte ontstaat voor nieuwe garden, jonge garden. En ik denk dat inderdaad andere delen van het land er ook heel erg baat bij hebben als er niet meer zo'n obsessieve aandacht is voor iedereen moet naar Amsterdam of naar Rotterdam of naar Utrecht. Maar het is ook goed als mensen, ja, door dat thuiswerken kan het versterkt worden, juist andere delen van het land gaan. Zodat ook die gemeenschappen daar weer, weet je, het zijn bepaalde plekken waar iedereen wegtrekt, dan is het ook wel fijn als op een gegeven moment weer mensen naartoe trekken. Okay. En zie jij dan, Floor, als ik nog een vervolgvraag mag stellen, zie jij dan ook iets wat... Er zit iemand al een tijdje te wachten. Ah. Ga je gang. Zie jij dan ook kansen of mogelijkheden die bestuurders of woningcorporaties in dat soort gebieden zelf zouden kunnen benutten om die mogelijke trek naar hun regio's wat te versnellen, te versterken? Ik zeg altijd, als je een foodtruck neerzet, een hip festival organiseert, dat ben je een heel eind.
Nee, het is natuurlijk, ja, als je dat echt wil. Ik bedoel, en uiteindelijk zijn het mensen zelf die bepalen. Ik bedoel, het waren ook de mensen zelf die ineens vanaf de jaren 70, begin jaren 80 zelf bedachten. We blijven toch in de stad hangen en we gaan niet naar een suburbane woonlocatie, maar we blijven in de stad, terwijl iedereen dacht dat we dat niet zouden doen. Dus uiteindelijk zijn het de mensen zelf die stap maken en die keuze maken. Maar wat ik nu heel interessant vind, is dat er best een aantal van die broedplaatsachtige pionierfiguren die in Amsterdam of nou op de NDSM-werf of op een aantal van die andere terreinen heel veel gedaan hebben, dat die nu juist Amsterdam verlaten omdat er geen ruimte meer is om hier dingen te ontplooien en te ondernemen, en dat die juist die regio nu opzoeken. En je merkt natuurlijk heel snel dat als je dat soort van als je echt die hoog op kenniswerken wilt trekken, dan zijn dat natuurlijk een beetje interessante broedplaatsgebieden, en die heb je overal in het land worden die nu steeds meer gevonden, ontwikkeld, hè, juist door lokale initiatieven vaak. Ja, als je dat kan versterken, dan krijg je toch een bepaalde dynamiek die weer tot een hogere aantrekkingskracht kan leiden. Maar dat zijn echt van die dingen die moet je vooral niet te kunstmatig doen, maar inderdaad heel erg van onderop. Maar dat een beetje stimuleren, dat kan sowieso geen kwaad. Dat is beter dan zomaar weer een bibliotheek uit grond stampen. Oké, meneer Harry van Duinhoven. Geluid aanzetten. Ja, geluid is aan hoor. Ja, je had het net over het maken van een visie, of het schrijven van een visie, of het vormen van een visie. Kun je in twee tellen, twee woordjes, je achtergrond even duiden? Harry van Duinhoven, ik ben werkzaam bij Bureau Krachten. En daar ben ik met name bezig met gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening in de breedste zin van het woord. Oké, dankjewel. Je had het net over een visie. Nou ben ik best voor visies, maar dan gaat het er eigenlijk om van wat stel je voor waar die visie aan moet voldoen of wat moet erin staan. Omdat ik zelf wel de ervaring heb dat visies, zeker als ze van hogerhand worden neergeschreven, dat vervolgens de lagere overheden of de mensen die er eigenlijk iets mee moeten doen, dat die eigenlijk zoiets hebben van ik laat me niet vertellen wat ik moet gaan doen. Wat ik zelf heel veel zie, als ik kijk naar de discussie over stad en platteland of regio, dat er altijd een afhankelijkheid is geweest tussen die twee gebieden. Alleen hebben we dat volgens mij niet altijd heel erg onderkend. En moet die visie misschien, en dan geef ik al een stukje antwoord zoals ik er tegenaan kijk, maar ik hoor ook graag jouw mening daarover. Ik wou net zeggen, er hoort een vraag bij, hè, bij een antwoord. Ja, precies. Wat eigenlijk in die visie moet staan, moet je dan niet met name zien dat je in met die visie een bewustwording gaat creëren, dat er een afhankelijkheid zit. En dat je met name, ik hoorde het net ook al een stuk terug, dat je met name gaat koersen en faciliterend wilt zijn in het samenwerken. En dan volgens mij niet alleen in de regio samenwerking. Hè. Ik hoorde net Nijmegen, Arnhem, dat vind ik in de regio. Maar eigenlijk op in het netwerkniveau, op verschillende niveaus. Tussen stad en regio, inderdaad in de regio, maar ook de grote steden samen. Eigenlijk een complete samenwerking tussen al die actoren die erin zitten. En moet dat dan niet in die visie staan? Ik hoor graag jouw mening over die visie. Oké. Ja. Nee, ik geloof inderdaad niet in een visie van hogerhand opleggen. Van een precies een blauwdruk, zoals Rutte het dan noemde, geloof ik absoluut niet in. Dus inderdaad, een visie zie ik meer als een collectieve ambitie. En in die zin, wat jij zegt, het stimuleren van netwerken en samenwerking daarin lijkt me heel cruciaal en essentieel. En wat je de afgelopen decennia natuurlijk vooral hebt gezien, is dat het zo ontzettend ieder voor zich is geworden. Dus een concurrentiestrijd tussen steden, tussen dorpen, tussen regio's, waardoor het eigenlijk heel tegennatuurlijk voelt nu voor heel veel mensen om samenwerking te zoeken. En ik vond in die zin, nu met die coronacrisis, vond ik het in die eerste fase fascinerend om te merken dat het bleek dat het weken duurde voordat die ziekenhuizen samenwerking zochten met het verdelen van de IC-patiënten. Terwijl wij denk ik allemaal thuis dachten, nou dat zal wel geregeld worden, tot als Brabant, dat als de IC's vol liggen, dat we dat dan elders in Nederland zorgen dat het opgevangen wordt. Maar dat we zo gewend zijn aan concurreren en ieder voor zich en juist strijd aangaan, dat het nu heel moeilijk lijkt te zijn geworden om juist samenwerkingen te zoeken. En als je dat kan stimuleren, dat is ook visie, hè? Meer samenwerking en regionale ontwikkeling door meer samenwerking. En ik sprak laatst
Tina Boonstra van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, die ook heel erg zocht naar hoe moeten we nou die samenwerking in dat noorden verbeteren. Hè? Want zij had dan weer dat ze dacht, hoe komt het nou toch dat als er eventueel een spoorverbinding komt die weliswaar stopt in Drachten en in Heerenveen en in Groningen, maar niet in Leeuwarden. Hoe komt het dan dat ze in Leeuwarden daar dan toch niet blij mee kunnen zijn? Hè? Nou, dat is natuurlijk ergens wel logisch dat ze daar in Leeuwarden niet speciaal blij mee zijn. Maar het gaat in die zin, omdat je ook wel perspectief biedt, hè? Dat als inderdaad als je die samenwerking aangaat en als dat betekent dat bedrijf A of bedrijf B iets minder van dat heeft, maar wel profiteert van dat, dat je laat zien dat je als je samenwerkt, dat je er allemaal baat bij hebt. En dat is iets wat we volgens mij weer moeten gaan leren in Nederland. Dat je het inderdaad samen dingen voor elkaar kan krijgen die je in je eentje niet voor elkaar kan krijgen. Maar dat is niet de teneur geweest, hè? De afgelopen 20, 30 jaar is het vooral geweest ieder voor zich. Oké. Okay. Er is nog ruimte voor één vraag. We hebben veel te kort tijd. Daar hadden we al een beetje op gerekend. Maar we gaan maximaal uit van een kwartiertje meer. Wie wil de laatste vraag stellen? Overigens, op de chat gebeurt ook van alles. Hè? Dus daar kun je ook je verhaal kwijt. En na afloop op het platform van Economie en Ruimte kan de gedachtenwisseling ook doorgaan. Wie heeft er nog een brandende vraag voor Floor? Over haar boek. In de verre uithoeken van zijn brein. Nee? Kees, ook niet? Je bent stil? Je microfoon staat niet aan. Ja? Je zei iets. Ja, heet dat een hele interessante discussie. Ja, er zijn twee gedachten die even bij me binnenkwamen. Het eerste, ik hou me erg bezig met innovaties. En een van mijn verrassingen was toen ik alle innovatieve innovaties van ondernemers tegenkwam in het land. En ik ging toen eens optellen, waar zitten die bedrijven dan? Toen was ik verrast hoe in alle uithoeken van het land hele verrassende ondernemingen zitten met een enorm groot netwerk. Die gewoon eigenlijk bij beleidsmakers onbekend zijn. Dus dat zijn bedrijven die druk bezig zijn, hun business doen, zeer innovatief bezig zijn. En daar anderen niet echt over informeren. Dus dat was een verrassing. Dus vandaar dat ik dit boek ook graag ga lezen. Om daar verder over geïnformeerd te worden. Oké. Okay. En het tweede. Okay. Dat is wel een vraag. Dat is, ik kijk al lang naar wat in Groningen gebeurt. Hè, al die scheuren in die huizen en dan om de zoveel tijd gaat er een politicus vanuit Den Haag naartoe. En dat duurt vrij lang. En hoe draagbaar is dat eigenlijk? Want daar zie ik eigenlijk met grote verwondering van volgens mij ziet men het wel. Men hoort het. Men ervaart het. En wat gebeurt er nou? Dus het lijkt net alsof de linker en rechter hersenhelft niet meewerkt. Dus men hoort het wel en de actie. En Floor, heb jij dat? Hoe kijk jij daar tegenaan? Want jij hebt waarschijnlijk dat gebied heel goed bezocht. Nou ja, ik heb het en bezocht, maar ik heb het ook. Ik hoor op een of andere manier, het is in die zin wel een soort van werkverschaffingsproject in Groningen. Want ongeveer iedereen die ik spreek, die in het wereldje werkt, heeft al in enige functie de afgelopen jaren, is die daar betrokken bij geweest. En wat ik met name heel opmerkelijk vind, is dat je van mensen die ook, of het nou vanuit Den Haag of adviesbureaus ingeschakeld worden, dat de overleg zo moeizaam gaat. En steeds zo'n ontzettende botsing is van verwachtingen. En dat het inderdaad, als dan vanuit Den Haag gedacht wordt, we hebben toch nu echt een goede afspraak en dit is toch een mooi plan. En dat dan Groningers juist heel gepikeerd zijn en vinden dat het toch niet genoeg of afdoende is. En ik heb ergens het gevoel, en dat vind ik vergelijkbaar met dat kazerne in Zeeland, dat het met name ook is de intentie die wordt uitgestraald, weet je. Dat het als een soort van afkoopgebeuren wordt gezien in plaats van dat er oprechte intentie is om het probleem op te lossen en iets goeds te doen. Hè? Dat er een soort van, nou ja, dat die boosheid en die teleurstelling zo groot is, ook in het noordoosten van Groningen, over nooit serieus genomen worden, dat ergens ook daardoor elk aangedragen oplossen niet als voldoende wordt ervaren. En bovendien, dat ook daar, hè, weet je, de ene dorp is de andere niet en de ene bewoner heeft weer andere. Die wil weer iets anders dan de andere. En de een is blij met dat de scheuren worden opgelost.
post. De ander had net een heel mooi plan voor een nieuw huis met andere compensatiemogelijkheden. Maar je ziet dat het daar ook zo, het is zo moeilijk om daar tot een breed gedragen oplossing te komen. En wat ik wel interessant vond, was een ambtenaar van Binnenlandse Zaken die daar ook, een jongen, hij was denk ik rond de 30 of zo, die daar ook veel betrokken bij was geweest. En die zei dat het zo lastig was. Dan kwamen ze altijd met zo'n delegatie van Binnenlandse Zaken daar in het noorden aan. En dan moesten ze daar met een wethouder van een kleine gemeente, die alle portefeuilles van de hele gemeente in de zeg maar verantwoordelijk voor was. En ook nog maar 3 dagen in de week kon werken, want kinderen thuis en dat soort dingen. Dat het ook zo'n, ja, het is zo'n ongelijke situatie. En volgens mij zit daar wel de crux ergens. Dat het, is, het voelt gewoon onwijs de hele tijd David en Goliath. En zolang je dat niet verhelpt, ga je volgens mij niet tot een oplossing komen. Ja, dus mijn slotvraag is, eigenlijk, als het nog mag, Erwin. Eigenlijk niet. Wordt op zo'n moment niet zichtbaar wat we echt kunnen? In de zin? Wat echt kan met wat er speelt. Dus dat beide niet... Oh, het beeld loopt even vast. Oh, bij Floor. Ja. Oh jee, je viel even weg. Kan je nog een keer vragen? Heet dat, ik kijk ernaar en ik zie eigenlijk een enorme verlamming vanuit Den Haag, de bestuurlijke kant en de ontvangende kant, die om hulp vraagt. Het lijkt net of er iets, het lukt niet, iets niet. Nee, en misschien zit dat dus toch wel ook in dat vertegenwoordigingsverhaal, hè? Dat er gewoon te weinig mensen van buiten de Randstad in Den Haag actief zijn. En dat er toch in Den Haag bij zowel politici als beleidsmakers te veel wordt gezien. Uithoek die hulp nodig heeft in plaats van een volwaardig deel van Nederland. Dat gewoon ondersteuning nodig heeft bij een hele grote opgave. Ik bedoel, als dit inderdaad in de Randstad zou gebeuren, zou het natuurlijk heel anders gaan. En daar, ik denk ook niet dat iemand daarover twijfelt. Dus... het zit toch ergens volgens mij in dat hele actief vanuit Den Haag naar dat verre Groningen toe. Waardoor die verlangen, waardoor er niet een soort van oprecht gevoel is, oprechte sympathie voor de situatie. Hè? Toch een beetje die Groningers in die verre uithoek waar niet zoveel te halen valt met hun scheuren in de muur. In plaats van, oké, dit is gewoon net zo volwaardig deel van Nederland als Utrecht of Eindhoven of Amersfoort of Amsterdam. En daar moeten we gewoon zonder enige terughoudendheid moeten we dat probleem gaan oplossen. Oké. Ik wilde net mooi gaan afronden met David en Goliath als metafoor. En om met Churchill te spreken, still confused, but on a much higher level. Er zijn heel veel vragen nog opgeworpen. Ik zie heel veel potentiële lezers van het boek hier op de schermpjes, want een aantal mensen hebben het boek nog niet gelezen. Ik kan het ten zeerste aanraden. Dank Floor dat je ons bij het platform Economie en Ruimte even te woord hebt gestaan. En dat heb je buitengewoon eloquent gedaan. Een van de meest eloquente schrijvers die we ooit gehad hebben binnen het platform, mag ik wel zeggen. Daarom zijn we ook een beetje uitgelopen. Maar dat is denk ik niet erg. Maar we moeten er nu echt een einde aan maken, want de opnamecapaciteit van Teams is beperkt. En we willen echt alles erop hebben. Dus nogmaals bedankt, Floor, namens ons allemaal. Graag gedaan. Oké, tot ziens allemaal. Normaal geven we applaus, maar jullie hebben allemaal de microfoon uitstaan natuurlijk. Dus dat heeft niet zoveel zin. Oké, doen we het zo. Dankjewel. Bedankt. Okay. Mooie dag. Het is ook als e-book, Erwin? Ja, ik geloof het wel. Oké, want dat hoorde ik net iemand zeggen. Oké. Ja. Ik ga even de opname stoppen. Thank you. Oké, dankjewel. Was leuk.